Biotown! Hey, hey iedereen van de Biotown. Ik ben... vandaag ga ik Minecraft spelen. En volgens mij denken ze dat ik... zijn nu weg. Ik denk dat ik nog nooit Minecraft gespeeld heb, maar... Ik ben zo goed in het spel. Zondags gamers! Oké, okay, laten we een nieuwe wereld maken. Yes. Seed. Nu weten sommige mensen dit niet, maar als je dus hier zo op klikt op bonus guest en je zet dat op on, dan krijg je dus aan het begin van het spel krijg je een kistje. En er staan fakkels omheen. En als je dat hebt, dan heb je eigenlijk al een groot deel van het spel uitgespeeld. Oké, ik ben benieuwd. Ik hoop dat we een leuke wereld hebben. What the fuck? Dit is geen leuke wereld. Oké, zoals je dus kan zien ben ik het vrouwelijke personage. Dit heb ik expres gedaan, want vrouwen zijn gewoon beter in... Ja... In parkeren zijn vrouwen... Nee. Wow, ik heb echt super nutteloze spullen ook. Ik heb lag in mijn eigen spel. Dit is normaal. Ik zit hier in mijn eentje in de Banjo Studio. En de Banjo Studio staat er onbekend dat er redelijk wat lag is. Wop! Oké. Ik sluip nu naar deze... Stop alsjeblieft. Deze koe ziet me niet, want ik zit in het gras. Oh, dat is... Greenpeace? Dat weten ook heel weinig mensen over Minecraft. Fun fact over Minecraft. Je kan vlees... Oké. Hij kan hem... Hij eet hem niet. Hij is... Wat het belangrijkste is als je begint met spelen... Is om... Nou... Het belangrijkste is dus als je begint met spelen... Dan zoek je dus een boompie. En dit zo'n. Yes. Oh. En dan moet je dus met dit. Ja. Met deze boom. Met dit boom moet je dus. Boompie. Boom. Boompie. Als je deze boom hebt dus, dan moet je er zo lang mogelijk tegen dan. What? Het werkt echt. I got al. En als je dan dus de boom hebt gedaan, dan moet je ervoor zorgen dat je altijd maar 2 blokjes pakt en de rest van de boom laat staan. Vooral op servers vinden mensen dit erg prettig om te zien. En zo kan je ook gewoon laten zien, hey, dit is mijn gebied waar je in bent. Dus ga weg, Oké, ik ga dan... Ik ga nu beginnen aan mijn onderwaterhuis. Zoals je kan zien, sla je blokken wat langzamer weg onder water. Dit komt doordat spiermassa is beïnvloed door het water. Wow, is een beest. Stop, is een beest of zo. Ik ben verdronken. Ik wist nou niet dat je kon verdronken. Oké, zoals je ziet ben ik opnieuw tot leven gekomen. Ik ben weer uitgebaard door mijn moeder. Mijn moeder is de... op zoek naar mijn spullen nu. Wow! Je kan de grasjes kapot maken. Ja hoor, ik heb mijn spullen gevonden. Missie geslaagd. Dat is een woestijn. Opeens. Ja, een huis. Zijn er nog meer mensen? Zijn er mensen... Wat de meeste mensen niet weten is dat je met deze blokken hier... Dit is diamond blocks. En als je hier zo 5 van hebt, dan span je een enderman. En als je de enderman hebt gespannen... Waar is mijn diamond? Heb ik geen diamond gekregen? Hoe? Oké, ik heb even gekeken naar de huisjes hier. En zoals je kan zien, ik ben zo aan het vliegen. Zo snel weer weg, want deze mensen... Zoals jullie misschien weten, Minecraft speelt zich af in de tijd 500 voor Christus. En in die tijd,
hadden ze het niet zo op de vrouwtjes. En zoals je kan zien, ben ik een sappig dametje. Ik ben... Oh, Jesus. Ik heb besloten, omdat het is al bijna nacht, zoals je kan zien, daar is de maan. Ga ik... Viel het blokje nou? Is... Ging er nou... Maar nee, ik wil mijn huis... Ik wil... Zo kan ik toch niet mijn huis? Ik ga gewoon de huisje pakken. Wow. Wat was dat? Ze maken geluid. Een beetje tegen mij grommen. Huh, zelf. Kom ook donderwolkjes af. Hou je donderwolkjes bij je. Brrr, zo. Waarom al deze fakkels? Wat is het? Wie heeft dit? Oh nee. Waar ben ik? Wie heeft dit neergezet? Waarom zou je dat gat niet gewoon opdichten? Wat is dat? Is dat nog een mannetje? Is dat de jongen van... Dat is de jongen van de t-shirt. Ik heb hem gevonden. Dat is vet zeldzaam als je de jongen vindt. Volgens mij heet hij Steve. En dan kan je zeg maar... Als je hem... hij deelt ook handtekeningen uit. Hij is... Minecraft. Steve van de... T-shirts. Dat was Steve helemaal niet. Ik heb het opgezocht. En kijk. Dat is... Maar wie was dat dan? Oh. Oké, na lang zoeken ben ik achtergekomen dat ik niet Steve heb gevonden. Maar een andere legendarische Herobrine. En hij heeft me net opgeblazen. En mijn lichaam verandert in zand. Maar ik heb nog wel een arm. Ik heb een arm, hij staat zo. Aan mijn ogen. Anders kan ik. Oké, we zijn opnieuw geboren hier bij de boom der geboortes. Laten we daar ook even een potje bij hangen. Een potje van. Heb ik nog. Yo, Jeff, er zitten wat remsporen op wc. Kan je komen opruimen? Ja, jongens, sorry dat deze zondag met Jeff was. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken en natuurlijk te abonneren. Willen jullie meer van Jeff zien? Laat het onderin en beneden hier achter. En dan zien jullie volgende week weer met de nieuwe Zondag Gamers. Tot dan, later.